Hallo allemaal en welkom bij NL Magazine Going to the Movies. Mijn naam is Patrick van der Wijk en naast mij zit zoals altijd. Hoe is het? En we gaan het deze week hebben over Dead Wish. Ja. En voor degenen die al wat langer naar ons programma kijken. Het was mijn film van het jaar, ja. Zou het gaan worden. Het zou de nieuwe John Wick worden, alleen met Bruce Willis. Dus veel beter. Ja. Een vervolging van Die Hard, die oude wedstrijd Bruce Willis weer terug. Maar dat werd het helaas niet. Ik stel mee te schudden. Het werd het helaas niet. Het kwam heel langzaam op gang, ja. De film. Het duurde heel lang tot we eindelijk eens een beetje wat te zien kregen. De actiescènes vond ik erg goed, moet ik zeggen. Het zat erg goed in elkaar. Erg grafisch ook, moet ik zeggen. Ja. Maar het kwam zo langzaam op gang. Hij was niet bikkelhard genoeg, in mijn opinie. Nou, ik vond dat het weer heel veel van wat er in de trailer zat, kwam weer terug. En er waren niet heel veel toegevoegde waarden qua actiescènes. Dat klopt. Dus dat was wel ooit. Dus er was heel veel story, heel veel backstory. Van waarom hij nou zo veranderde. Ja. En dat was best leuk, maar het was wel heel veel story. En ik vond ook dat meisje, dat is de dochter, hele domme keuzes maakte. Waardoor het eigenlijk, het had helemaal niet gehoeven. Nee, dus dat klopt. Een, een beetje jammer weer. Ja, dus er moest wel een opzet zijn voor hem om het te doen. Ja. Maar het kon ook anders. Ja. Het kon ook heel anders. Dus ik heb ook gekeken, we hebben natuurlijk het verleden vroeger natuurlijk Charles Bronson gezien. Die was de officiële Dead Wish. Ja, we zijn 1974 de eerste. Ja. Ja, die heb ik toen niet in 1974 gekeken, want daar is veel te jong voor. Nee. Maar ik heb hem later wel gezien. Je had een hele reeks van Dead Wish films. Ja. Vier volgens mij. Ja, dat vier, vijf zal maar ik kon me herinneren dat het ook wel harde films. Ja. Maar dan begon het volgens mij het geweld wat eerder. Wat ik me zo kan herinneren. Misschien niet bij het eerste hoor. Het zou kunnen dat het ook een wat langer verhaal had. Ik had gehoopt. Ik ben grote fan van John Wick en van The Equalizer. Ja. Ook een steengoed. En daar komt nu John Wick 3 komt uit. En die wil Equalizer, nummer 2 komt uit. Ja. En ik dacht dat dit zich in het rijtje zou gaan voegen. Ja. Dat is niet zo. Nee, het is een eigen genre. Ja. Maar als je nou nummer 2 gaat maken. Weet je, misschien dat hij dan crime-fighter-achtige vigilante gaat worden. Die dan keihard is. In feite hoeft hij dan niet nog een keer zo helemaal weer op te bouwen. Nee, dan kun je meteen starten. Ja. Stel dat zou het kunnen worden. Een van zijn personages is de broer. Nou, die zat een beetje in het grijze circuit. Ja. Dat is bekend. Nou, stel voor die overkomt wat. Ja. Dan kun je heel snel dan een film op. Het had zo mooi kunnen zijn, de film. Ja. Vincent D'Onofrio. Of D'Onofrio, hoe zeg je die naam? Ja? Goede speler. Hele goede speler. Hele goede. Die speelde de rol van zijn broer. Heel goed. Ja. Echt heel goed. Dus, en dan heb je Bruce Willis, een goede speler, een goede acteur. Hoe heet die gozer, die kale? Uit Breaking Bad en ik weet niet hoe ik weet niet hoe hij deed. Maar die speelde erin als politiedetective. Ja. Ook een hele goede rol. Het had alle kenmerken van dat dit een hele goede film zou kunnen worden. Ja, dat klopte. En het idee erachter kon ook ook. Raak. Prima. De oude genre, Dead Wish, was ook ver genoeg terug opnieuw te rebooten en om echt er wel wat van te maken. Maar het is gewoon niet goed uit de verf gekomen. Nee. Het is gewoon zo zonde. Het is gewoon een leuke actiefilm, terwijl jij had verwacht dat het een topactiefilm zou worden. Ja, ja? Echt. Dit wordt de actiefilm van het jaar. Hij was helemaal zenuwachtig zelfs, dat hij in de bioscoop zat. Ik zou het helemaal trillen. Ja, Bruce Willis, ik denk de oude Bruce Willis komt weer terug. Daar zit ik wel een beetje op te wachten. Ja. Dus, wat jouw Star Wars was. Ja, dat is helemaal duidelijk. Dat is een goede vergelijking. Ja, dat klopt. Dus, cijfers, ja. Ik geef hem 7. Ja, wat een 9 had moeten worden, kreeg van mij een 7 min. Zo. Dus die min is voor teleurstelling. Ja, de min is voor teleurstelling, dat klopt. Ja, dat heb jij inderdaad gelijk. Nee, het is gewoon een leuke actiefilm. Leuke actiefilm, voor de mensen die Bruce Willis niet kennen. Ja, tot volgende keer. Doei.